Hey kijkers van mijn kanaal, dit is Tums en welkom bij een nieuwe Minecraft Survival Build. Zoals je kan horen is mijn stem nog niet helemaal teruggekeerd zoals het hoort te wezen. Maar toch dacht ik, ik ga weer lekker een opname doen. Dus vandaar dat we verder gaan. Wat ik jullie wel even ga zeggen is dat vanavond ik geen video ga doen. Want ik ga straks echt weer op tijd naar bed. Ik heb totaal wel 12 uur geslapen als het niet langer is sinds gisteren. En ik wil mijn stem het liefst zo snel mogelijk terugkrijgen zodat ik gewoon weer lekker video's voor jullie kan maken. Dus de enige video die ik voor vandaag officieel eigenlijk echt maak is dus Survival Build. Vanavond komt er dus een speciale video. Wil jij weten wat, van wie of hoe? Check het dan even op mijn kanaal vanavond om 7:30. En Giel, ik heb een naam uitgekozen uit de reacties. Cool. En ik heb een hele coole gezien. En die is van Rink Engbrenghof. Echt een lange naam. Ik zet hem bovenaan. Rink, jij komt op de top van de wereld. Oh, moet je dan eerst weer je sign weghalen? Ja, je kan hier ook gewoon opstaan. Dat is makkelijker. We kunnen er beter bij. Oh, moet je hem eerst weghalen dus? Ja. Oh, zo. Klik. Hij is van Rink Engbrenghof. Ah, ik kan hem niet eens uittypen. Rink. Maar enter. Engbrenghof. Hof. Engbrenghof. Jongen, wat een moeilijke naam heb jij. Die zegt, maak een soort van trekmuur. Wanneer je op een knop duwt, komt er bijvoorbeeld een cookie uit. Dus eigenlijk een koelkast. Koelkast komt het op neer. Dat vind ik een goeie. Zo, Rink, jij staat bovenaan de muur. Rink en breng. En het is een koelkast. Dus, Giel, wat gaan wij doen? Want er moest nog het een en ander gebeuren vandaag. Ja, sowieso de koelkast. Ja. En ik ben onder de trap. Ja, maar ik wil hier de koelkasten. Ja, ik moest even de lichtjes fixen. Hier wil ik koelkast in, daar. Ja, dat is een mooie plek. En ja, ik denk dat dit wel een mooie plek is. Mm-hmm. Even kijken, wat? Groot? We moeten zo'n dispenser hebben, zo pff, dat hij zo alles uit. Ik bouw nooit iets met redstone, maar volgens mij is een dispenser gewoon steen met redstone, toch? Of niet? Proberen. Even kijken. Wat gaan we in die koelkast stoppen? Want ik vind als er brood en dergelijke uitkomt, vind ik wel goed. Of nee, baked potatoes. Het klopt officieel niet, maar... Baked. Misschien kunnen we een... Ja! Wat dacht je ervan dat we hier allemaal met dispensers gaan werken? Ik ga even kijken hoe je een dispenser maakt. Ja, ik weet het al. Een boog. Een dispenser? Ja. Ja, maar ik bedoel zo'n, hoe heet zo'n ding waar je... Een dropper. Zo'n dropper. Ja, maar die dropt het. Ja, hoe heet dat? Dispenser, dispenser toch gewoon hoor. Ja, maar hoe heet dat? Zo'n... Is dat... Nee, dat waar je het in doet... Ja, wat uitschiet. Nee, waar je het in doet en het dan naar beneden gaat. Hoe heet dat? Ja, een dispenser. Nee, je snapt hem niet! Dat is zo'n vierkant ding met een piemeltje eronder. Dat ijzeren ding bedoel je? Ja, hoe heet dat? Dat heet een, hoe heet het? Hopper. Een hoe? Een hoe heet het? Ja! Hoe heet het? Hopper. Minecraft hopper. Oké. Okay. Ja. Ja, daar heb ik hem. Alleen zo, even kijken. Wat heb je dat nodig dan? Ik heb een vet cool idee. Alleen ik weet niet hoe je moet maken. Oh, met een chest erin. Nice, ik weet hoe je moet maken. Iron. Oh, ik heb hier ook nog heel veel iron. Zo. Ben ik niet nodig. Ik ben chesten nodig, dus die ga ik allemaal maken. Want ik zat eraan te denken, als we nou hem zo vet gaan maken, dat we, hoe moet je dat zien? Dat je bovenaan de potatoes hebt, en dat het van daaruit in de furnace gaat. Van de furnace gaat het weer door in de hoppers. En dat je zo'n automatisch baksysteem. Precies. Nou, de koelkast is af, Vincent. Nice. Hij werkt ook al. Kijk, ik heb nu 8 hoppers. Wat wil je allemaal mee dan? Kijk, hop. Zie je? Hop. Ah, ik heb hoppers. Nou, ik zat te denken dat als we hier een hopper ding doen. Hier zo. Oh, shit. Hoe diep kan dit? Kut, dat kan dus niet. Ik fix wel. Nee, ik heb het al gefixt. Oh, what the fuck?
hop, hop. Kijk, ik zat te denken, als we ergens een geautomatiseerde hopper ding doen. Maar waar gaan we dat doen dan? Dat moet een vette koele bak worden. Want de koelkast gewoon is... Gewoon bij de, hoe heet het, bij de koelkast in de buurt. Ja, maar het is vette als je het ergens zo ingooit. En dan zo hop, hop, hop. Wat doe jij fucking in mijn huis, bitch? Get off. Zo, doei. Ja, maar waar dan? Waar wil je het in doen? Want het moet naar beneden gaan. Hier. Waar? Waarom daar? Dat dit dicht bij de furnacekamer is. Ja, maar ik wil een aparte furnace erin doen. Het moet een hopper zijn vanaf boven. Hier. Kijk, hier heb je ruimte nog. Wacht even. Toch? Ik had ook op de trap maken, maar dat was lelijk. Nee, maar ik zat ergens anders aan te denken. Ik zat te denken dat als we hier... Anders maken we hier een hoppenkamer. Dan halen we even deze eruit zo. Dit wordt een hoppenkamer hier. Zo, hop, waar ben je? Boven. Ah, boven, boven, ja. Oh, oké. Okay. Ik heb een god geen idee waar we zijn. Kan jij eens voor de koelkast gaan staan? Oh shit. Dat is niet handig. Hier is de koelkast. Oh, zie je? Ik wist het! Perfect! Dat als we daar een hopper doen, daar bovenaan... Ja. Dan hebben we hier de koelkastkamer. Ja, hier kan het voedsel naartoe, ja. Zo, op. Kijk, en als we dan hier zo hoppers plaatsen... Ik weet bij god niet hoe je dit moet maken, ouwe. Alleen dit is de hopperbox, noem ik het even zo. Hop, kijk, hier zit zo'n hopper. Even kijken hoor. Als je erin gaat staan, dan hop je er ook niet eens doorheen. Hoe werkt dit eigenlijk? Kijk, als je hier iets in gooit, komt het onderuit. Tenzij er niks onder zit. Ah, oké. Okay. Nou, als je hier nou een hoppen onder zet... Oké, okay, hop, weg. Oh, kut. Ik vat hem, hop. Oké, okay, ik zet allemaal hoppers van boven naar onder neer. Zo, oké. Okay. Kunnen we er geen chest tussen doen? Oh nee, laat maar, dat valt er niet. Hop. Ik gebruik dit echt nooit, man. Dat hop. Is... Nee, maar dit is fucking cool. Dat houdt in dat... En? Komt het eraan? Ja, het zit nu onderin. Alles? Ja, ik heb het er al uit. Er zat een toortje, een wortel. Nee! Oké, okay, wat eigenlijk moet gebeuren dus... Is dus, dit moet dan weg, zo. Toch? Nee? Wacht even, hier moet de furnace komen. Ja, maar kijk, dit zit tegen de muur aan, dus dan komt hij hier niet. Je moet je hem wel goed neerzetten. Heb jij hem? Ja, moet je even op dat ding richten en dan plaatsen. Ik heb hem niet, jij hebt hem. Oh, hij is erin gevallen. Zo. Zie je, dan is dat ding naar onder gericht. Ja, wat we dus moeten doen... Nou, hier nog toe. Een furnace plaatsen. Ja, ik heb er een. Oké. En die moet automatisch voorzien worden van... kool. What the fuck is dit? Oh, dat is de kamer. Oh, wat denk al, hè? Ik zie niet een bezig aan. Oké. We moeten dus ook nog een automatische kool hebben. Ja, gewoon heel veel coalblocks. Oh ja, tuurlijk! Oh, die ga ik maken meteen. Oh, we hebben helemaal niet zoveel kool, ouwe. Nee, klopt. We moeten even minen. Oh. Hier zaten wel coalblocks al in. We gaan ruilen. Shit, ik moet eerst dingen weggooien. Weg, 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 weg. Zo. Oké, nee, cool. Dan heb ik een vet cool idee. Dan doen we inderdaad dit erin. En dan is dat onze koelkast. Dat als we echt vette hongergebrek hebben, dat we daar eten weg kunnen halen. Ik vind het best wel cool. Jij niet? Nou, ik ben even aan het denken hoe ik die hoppers moet plaatsen. Zo, ik heb 28 bloks. Nou, dat lijkt me toch wel genoeg, hè? We hebben nog 3 hoppers nodig. Nog 3 hoppers? Oké, ik zal zorgen dat we hoppertjes krijgen. Hop, hop, hop. 3 hoppers, zei je? Ja, zoiets. Ja, 3, ja. Hop, hop, hop. Zo, weg. Die zo. 1, 2, 3. Oh, kijk maar goed bezig zijn, pik. Zo, ik heb hoppers. Oké, waar moeten ze heen? Nou, geef maar. Oké, hop, hop, hop. Kijk hoor, we beginnen hier. Zo, 1. De dingen zitten erin. Zo. Maar werkt het dan? Ik zou zeggen, laten we het testen. Je moet sowieso overal van die aardappels inzetten, hè? Van die gebakken aardappels. Ik heb ja, dat werkt. Hoe weet je dat? Ik heb er iets in gedood. Nou, wacht. Blijf jij hier? Gooi ik er boven een wortel in, ja?
Ja, nee, okay, maar, nee, dat kan niet. Je moet sowieso aardappels erin zetten, ouwe. Oh ja, klopt, er zit een furnace, hè. Aardappels. Oh, je hebt iets verkeerds gedaan. Ik heb geen aardappels. Wat is er verkeerd? Nee, kijk, alles moet voorzien zijn van aardappels en dingen. Nee. Jawel, alles moet voorzien zijn waar aardappels in zitten. Dus ja, maar kijk, dan gaat het alleen maar hier naartoe. Ja, maar dat is niet erg. Maar ik alles moet voorzien zijn van gebakken aardappels hieronder. Zo, sorry. Moest even een telefoontje, moest ik echt even beantwoorden tussendoor. Nou, zoals je kan zien, ziet het eruit dat die klaar is. Giel heeft in de tussentijd al een en ander gedaan. We moeten zien te zorgen, Giel, dat we hier dus alleen spullen kunnen droppen eigenlijk. Oh, hierboven? Ja, we kunnen hem ook ondergronds doen. En hem helemaal hier ergens neerzetten of zo, in een mooi deponeerhoekje. Ja, maar dan kost wel weer heel veel iron, hè, hebben dat we niet. Dat is waar, maar ja, ik zeg voor de toekomst eventueel. Laten we dit even als oplossing tussentijds hebben. Pas op, oh, fuck. Laten we dit even als oplossing tussentijd hebben nu. Ja. En dan komt dat vanzelf goed. Ik wil iedereen allemaal hartstikke bedanken weer voor het kijken naar deze video. Mocht jij een idee hebben of een tip wat wij kunnen gaan bouwen. Nou, zoals jullie zien, hebben we nu ons dispenser hoekje. Het ziet er best wel tof uit. Dus laat jouw idee achter en wie weet kunnen wij dat maken. Want we hebben nu een koelkast. Woe! Ja. Woe, hij doet het. Oké, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken. En dan zeg ik tegen jullie tot de volgende keer. En ik zeg ciao.